Pas op, warm. Oké. Merci dat ik mag blijven slapen. Mama moest er kei vroeg opstaan en ik had geen zin om alleen te zijn. Nee, je bent altijd welkom. Dat weet je toch? Heb jij Louis nog gesproken? Hij was zo agressief gisteren. Mm-hmm. En Bram had niks gedaan, hè. Bram wou met u praten terwijl hij uit uw buurt moest blijven. Dat is toch geen reden om iemand aan te vallen? Dat is waar. Als Luc er niet was geweest, dan had Bram nu in het ziekenhuis gelegen. Of erger. Uiteindelijk is er niks ergs gebeurd, hè? Maar je had hem moeten zien. Allee, die woede in Louise en ogen... Schattige, Bram die haalt soms gewoon het slechte in de mens naar boven. Ik hoop dat hij nog een klein beetje respect kan opbrengen voor u. En dat hij u en Louis met rust laat nu. Louis is hier trouwens geweest deze namiddag. En hij vroeg mij om u dit cadeau te geven. Waarschijnlijk heeft hij spijt, omdat hij zich zo laten gaan heeft. Ah wel, het is voor u. Sushi time.